Hier zijn we weer! Weer een dag vol plezier, leuk, feest, alles erop en eraan. Precies. Veel plezier vandaag met kijken naar Omroep Drimmelen. Hier is die van jullie, Prins Thomas de Eerste. Ja, allereerst hoop ik dat het lekker gesmaakt hebt. En inderdaad, ik mag zo meteen het mooie beeldje uit gaan reiken voor bouwer van het jaar. Ik denk voor alle mensen die hier staan, toch wel een van de prijzen die ze stiekem heel veel aan een ander gunnen, maar heel erg mooi zouden vinden staan. Op een eigen kastje. Uiteraard komt dat vanuit mensen, vanuit een eigen ploeg aangedragen met allemaal mooie stukjes. De voorzitter zal daar ook uitgebreid gaan vertellen hoe, wat, waar, wie en waarom. En aan mij de mooie taak om hem dan te overhandigen. Dus lang verhaal kort, ik ga de microfoon teruggeven aan de voorzitter. En dan gaan we het beeldje er eens bij pakken zometeen. En dan gaan wij horen wie de bouwer van het jaar gaat worden. Ik ben benieuwd. Ja, dankjewel, Prins Thomas. Ik heb vanmorgen verschillende mensen gesproken en dan zeggen ze tegen mij, die zal wel aan de beurt zijn of die is aan de beurt. Ja, sorry, die mensen moet ik teleurstellen, want voor de bouwer van het jaar komt er nooit aan de beurt. Je moet genomineerd worden door iemand uit jouw ploeg of misschien nog wel mooier, iemand uit een andere ploeg. Die bouwer van het jaar is iemand die het verschil maakt binnen een ploeg
of die ervoor zorgt dat er überhaupt een wagen gebouwd gaat worden. De bouwer van dit jaar hebben we weer kunnen kiezen uit verschillende nominaties. Die nominaties waren ook allemaal goeie, die hadden het allemaal kunnen worden. Alleen ik denk dat wij de beste eruit hebben gepikt. Maar bedankt voor alle nominaties. De bouwer van het jaar 2023 is geworden iemand die met ijzer aan de slag gaat, buigen, lassen. Iemand die van het begin tot het eind bij het bouwproces betrokken is. En sorry dames, het is een man. Hij is werkelijk van het begin tot het eind, totdat ze die naar onder stelt binnen duwen, totdat ze daar in de stationsstraat opgesteld staan, is die betrokken. Eén ding, bemoeit hij zijn eigen niet mee en dat is met de loopgroep. Want ja, het is een wagenbouwwedstrijd en geen taaswedstrijd. Als ik daar in die bouwhal kom en dan komt die schuur in, dan kijkt hij sowieso over zijn schouder en dan gaat hij weer deur mee in de wagen. En dat kan twee dingen betekenen. Dat kan iets persoonlijks zijn of hij is gewoon zo van het aan het bouwen, daar ga ik vast nog wel van hem horen. Als je hem om advies vraagt, dan krijg je het daar. Of je het nou wil horen of niet, hij geeft een eerlijk advies. Het is absoluut geen eendagsvlieg, want jaren geleden is hij al geridderd in de orde van de Meisje Leut. En ja, zo'n ridderorde krijg ik niet zomaar, dan heeft dat al wat betekend voor het Meisje Carnaval. En dan wordt de spoeling steeds dunner natuurlijk. Wij kijken ook altijd of die bouwer iets voor een ander doet, dus dat hij niet alleen voor zijn eigen clubje werkt, maar dat hij ook eens een keer iets voor een ander over heeft. Onze bouwer van het jaar, die heeft meerdere keren CS de Meijenaars geholpen en daarmee eigenlijk alle optochtdeelnemers. Zo hadden wij in 2020 een stormoptocht. Wij hebben een crisisteam geformeerd en onze bouwer heeft onderdeel uitgemaakt van dat crisisteam en mede op basis van zijn adviezen hebben wij toen besloten om de Meisje optocht toch terug te laten gaan. Hij heeft ons een keer geholpen met een spectaculaire installatie van destijds Prins Frans. Hij deed dat samen met Rob van Daasdonk, iets wat wij natuurlijk nooit zullen vergeten. De bouwer van het jaar is een bouwer, het is een sjouwer, het is een plakker. De bouwer van het jaar 2023 is geworden Ed de Been. Ja, en de oorkonde die wordt uitgepakt door Prins Thomas. Dat gaat heel makkelijk met van die fluwelen handschoentjes. En hij is voor jou, jouw naam staat erop. Ed, kijk. Kijk eens. En een mooie bokaal erbij. Confetti overal, laat knallen die kanonnen, want het wordt weer een groot bal. Oh, confetti overal, oh, confetti overal. Thuis, we gaan springen! Oh, confetti overal, oh, confetti overal, laat knallen die kanonnen, want het wordt weer een groot bal. Oh, confetti overal, oh, confetti overal, feest, appelski of carnaval. Dag de bel!